We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Gedurende de avond wordt het tijdelijk bewolkt, soms met buien. Tijdens de nacht komt er nog een enkele regenbui voor. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich mogelijk nevel in enkele gebieden. Morgenochtend wordt er wederom een regenbui verwacht. In de middag zijn er lokaal perioden met buien en soms ook onweer, maar dan overwegend in het binnenland. De wind varieert vanuit het noorden tot oosten met snelheden die oplopen tot 25 km per uur. Deze kunnen lokaal tijdelijk toenemen, mogelijk met een windstoot, tot een maximaal van 40 km per uur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 30 december het af en toe lokaal winderig kan worden met mogelijke windstoten.